Tot nu toe waren alle pijlen in de Amsterdamse zedenzaak gericht op Robert M. en zijn partner Richard van O. Maar nu is er ook een aanklacht ingediend tegen Albert Drent, de voormalige directeur van kinderdagverblijf Het Hofnarretje. De ouders van de slachtoffers vinden het onbegrijpelijk dat Drent niet wordt gezien als verdachte in deze zaak. Drent zou op de hoogte zijn geweest van meerdere meldingen tegen Robert M. en zou daar niet adequaat mee zijn omgegaan. Vandaag presenteerde de commissie Gunning een rapport over de zedenzaak en noemde het een gemiste kans dat de meldingen over Robert M. niet hebben geleid tot verdenkingen. Aan tafel Richard Korver, advocaat namens meer dan 60 ouders. En nu was hij veel vaker. En toen, de laatste keer dat u was, zei u: Robert M., normaal laten wij dan meteen even een foto zien. Dat wil ik niet, dan kom ik niet, want dat willen de ouders niet. Nog één keer leggen we het uit, daar hebben ze geen zin in. Ze willen dat gezicht, wat gewoon in de krant staat, in alle avondbladen vanavond, niet meer zien. Ja, dat klopt. Om twee redenen. Eén, de emotie die dat met zich brengt. En ook bij hun kinderen, waarvan er sommigen inmiddels in de leeftijd zijn dat ze dat begrijpen. En twee, niet onbelangrijk, de verdediging van Robert M. voert aan dat al die bekendheid zou moeten werken op de straf. Matigend. Mm-hmm. Nou, u begrijpt, dat is het laatste wat mijn cliënten willen. Dat begrijp ik. Laten we even kijken naar het nieuws van vandaag. Bij kinderdagverblijven is onvoldoende controle op mogelijk misbruik van kinderen. Dat is de belangrijkste conclusie van een commissie die onderzoek heeft gedaan naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak. Allerlei betrokken instanties zouden te veel langs elkaar hebben heen gewerkt. En daarmee kun je eigenlijk zeggen dat de hele sector, de instellingen en de instanties daaromheen met elkaar onder de maat gepresteerd hebben. Om een einde te maken aan dat gebrekkige toezicht, aan dat gebrek van samenwerking waar de commissievoorzitter het over heeft, wordt voorgesteld onder meer om met vier ogen op één groep te werken. Ja, en zo zijn er nog wat voorstellen ter verbetering. We moeten leren van deze. We moeten hier een les uittrekken. Wat vond u van dit rapport eigenlijk? Nou, voor die lessen van de toekomst geef ik het rapport een 9. Dat is gewoon goed. Knap ook, in 3 maanden tijd, zoveel onderzocht. Maar voor het over de schouder terugkijken naar het verleden geef ik het rapport een 5. Een onvoldoende dus? Een onvoldoende. Geef eens twee nadrukkelijke momenten dat u zegt, ja, dit is echt gewoon kwats. Nou, een heel nadrukkelijk iets is dat men zegt dat de politie in 2008 zijn werk goed heeft gedaan. Dat kan je niet volhouden, want wat is er gebeurd? Er komt een melding, de politie gaat naar dat kinderdagverblijf toe en de directie zegt, wij zullen dat uitzoeken. Er komt een melding van ouders die verontrust waren, die zeiden, er klopt iets niet met onze kinderen, dat moet u onderzoeken. Het was een hele gedetailleerde melding over seksueel getint richting gedrag. Richting Robert M. Richting een medewerker. In dit geval Robert M. En wat gebeurt er? Die directeur die zegt, ik ga dat uitzoeken. Ik huur een orthopedagoog in. En de politie vindt dat goed. En die orthopedagoog zegt, er is niks aan de hand. Mm-hmm. Wat vind je daar nou van? De politie behoort dat onderzoek toch te doen. Niet dat je dat gaat privatiseren en zegt, ach, dat verdachte kinderdagverblijf mag dan zelf zijn eigen onderzoek doen. Zegt ons, het is wel goed en we slapen rustig verder. Ja. Die moeders, die zijn ziedend. En die weten tot op de dag nauwkeurig hoeveel dagen Robert M. daarna daar nog heeft rondgelopen. En naar nu blijkt, kinderen heeft misbruikt. Mm-hmm. Als de politie dat toen gewoon zelf had onderzocht, was er misschien iets anders uitgekomen. Want die orthopedagoog was familie van de directeur. Dit is een gemiste kans in het rapport. Dat noemt men dan een gemiste kans. Ik noem dat een blunder. Dat zou ik ook zeggen. Maar hoe is dat mogelijk eigenlijk? Als je toch 3 maanden mag nadenken over iets wat weliswaar omvangrijk is, maar toch ook heel een bepaalde. Nou, kijk, wat erachter zou kunnen zitten is dat de commissie huiverig is om echt hele zware conclusies te trekken ten aanzien van aansprakelijkheden. Waarom zou dat nou? Ja, kijk, ouders vroegen toen dat rapport werd gepresenteerd, vindt u dat de directeur nalatig is geweest? Waarop de voorzitter zei, ja, dat laat ik voor de juristen. U ziet daar de commissie. Er zijn 2 mensen bij die commissie die zijn jurist. Een oud-rechter en een oud-hoogleraar strafrecht. Dus deze commissie had daar heel makkelijk iets over kunnen zeggen. Nu gaan wij dat wel doen. Ja, ik vind het een 5, wat ik u zei. Men geeft mij wel het feitenmateriaal, gelukkig. Waardoor ik daarmee verder kan. En waardoor ik bijvoorbeeld nu namens ouders aangifte kan gaan doen, ook tegen de directie. Maar dat gaat u doen, hè? Dat ga ik doen. Hoe luidt die aanklacht eigenlijk? Nou, die luidt dat ik het vermoeden heb. Want ik kan dat niet bewijzen, ik was er niet bij. Maar dat moet je dus uitzoeken. Het vermoeden heb dat de directeur wist of had moeten weten wat er binnen zijn muren gebeurde in die jaren. Mm. En als dat zo is, dan levert dat medeplichtigheid op. En dat is dus een ernstige aantijging. En ik vind dat je dat moet uitzoeken. Mm-hmm. En tot nog toe weigert het OM dat uit te zoeken. Maar stel dat hij het wist. En dan is hij dus medeplichtig. Dan wist hij dus precies wat Robert M. deed? Nou, al dan werkt hij niet mee aan die praktijk? Al wist hij dat op hoofdlijn, dan is het al een ramp. Nou ja, u kunt ook zeggen, hij was nalatig. Hij hoorde een aantal zaken van verontruste ouders en heeft daar niet adequaat op gereageerd. Dat kan ook. Maar als u zegt, hij wist het,
dan is hij gewoon een speler in het spel. Nou, wat ik zeg is dat er een heleboel aanwijzingen zijn die bij mijn cliënten het bange vermoeden doen rijzen dat hij het wist. Maar ook mijn cliënten weten dat niet zeker. Die hebben daar hele sterke gevoelens over en die vragen politie, justitie, zoek dat uit. Waarom wordt deze meneer geen onderwerp van strafrechtelijk onderzoek? En als hij het geweten zou hebben, dan zou hij dat kunnen doen omdat hij misschien heel veel geld krijgt, het namelijk niet melden. Of omdat hij meedoet aan die spelletjes? Nou, kijk, de commissie heeft al geconstateerd dat het geldelijk gewin ging boven de zorg voor de kinderen. Nou, dat zegt al heel veel. Het kan ook zijn dat hij daar een veel actievere rol in heeft gehad. Dat weet ik niet. Maar dat is nou net iets voor de politie om uit te zoeken. En dat is wat mijn cliënten vreemd vinden, dat dat maar niet gebeurt. Waar is de heer Drent eigenlijk op dit moment? Ik zou het niet weten. Ik begrijp wel dat er een woordvoerder is die vandaag heeft laten weten dat het rapport juist laat zien dat meneer Drent het zo goed gedaan heeft. Maar ja, weet u, alinea 573, ik heb het maar even voor me liggen, ja, geeft klip en klaar aan dat de conclusie van de commissie is dat de eigenaar als directeur en als werkgever de klachten en meldingen over seksueel misbruik serieuzer had moeten nemen en verantwoordelijkheid moeten nemen om die incidenten adequaat te onderzoeken. Ja. Daarmee zeg je dat hij het niet adequaat heeft onderzocht. Nee, maar dat klopt. Dat kan ik nog volgen. Maar wat u zegt gaat wel een stapje verder, zeg. Maar weet u hoe vaak de ouders bij hem hebben geklaagd over Robert M.? Ja, meermalen. En niet alleen ouders, maar bijvoorbeeld ook zijn eigen personeel is gaan klagen. En toen heeft hij tegen dat personeelslid gezegd: weet jij wel wat jij doet? Jij bent aan het beschuldigen. Dat mag je niet zomaar doen. En vervolgens werkte Robert M. gewoon vrolijk verder. Terwijl die op dat moment ook al van ouders klachten had gehad. Van een huisarts. De politie was al geweest. Ja, als je al die dingen bij elkaar optelt, het spijt me wel. Maar kijk, één keer iets missen, oké. Twee keer ook nog goed. Maar ik tel hier zomaar al vier hele ernstige meldingen waarvan je je dan toch afvraagt, ja, als je dan familie gaat inschakelen om dat te onderzoeken, misschien is dat allemaal heel goed onderzocht, kan, maar het wekt bij mij op zijn minst de schijn dat daar iets mis is. U heeft gisteren met de ouders gesproken. Ja. Die kwamen bij elkaar om dit rapport al te delen met elkaar voordat de pers... Ja, dat is heel chic geweest van de commissie Gunning. Die hebben gezegd, wij willen die ouders eerst informeren. Dat is gisteravond gebeurd, voordat de pers werd geïnformeerd. En wat dan opvalt, is dat ook mijn cliënten zijn blij met dit rapport. Zeker als het gaat om de lessen voor de toekomst. Maar ze vragen allemaal, mevrouw Gunning, hoe zit het met de directie? En dan blijft mevrouw Gunning stil en die zegt, ja, het is aan anderen om verder iets met mijn rapport te doen. Nou, die handschoen die pak ik dan maar op. Wat was de stemming eigenlijk? Kwamen er nog meer verhalen naar boven nu dit op papier stond? Of nou, zegt u, ja, ik heb eigenlijk alles wel gehoord? Nou, ik had het allemaal al wel gehoord, omdat mijn cliënten mij dat zelf vertellen. Maar we hebben juist in het belang van het onderzoek die verhalen stilgehouden, zodat deze commissie en de politie zijn werk kon doen. Maar de cliënten hebben nu zoiets, nou, dat is nu wel geweest. Dus er komen verhalen naar boven van een vader die zegt, ik heb meermalen geklaagd dat het ondergoed van mijn kind weg was. Een verhaal van een mevrouw die vertelt van, ja, er stond opeens een tekeningetje op schaamheuvelgrootte. En nou ja, meer van dat soort... Nieuwe verhalen dus? Nou, voor mij niet nieuw, maar voor jullie wel, omdat we dat heel bewust even stil hebben gehouden, zodat in ieder het onderzoek kon doen. Deze commissie heeft het onderzoek gedaan. Het is een boekwerk geworden van 220 pagina's. Chapeau daarvoor. Maar laten we dan nu ook wel de conclusies trekken en hen verantwoordelijk houden die verantwoordelijk zijn. Ja, dat gaat u nu doen. Hoe gaat het eruit zien eigenlijk? Nou ja, ik zal aangifte doen tegen meneer Drent. En dan kan het Openbaar Ministerie twee dingen doen. Die kan ook zeggen, wij pakken de handschoen op. En dat hoop ik dat ze dat doen. Dat ze het serieus gaan onderzoeken. En ze kunnen ook zeggen, dat doen wij niet. Curieuze bedrijfsvoering is geen reden om iemand als verdachte te zien. Mm-hmm. Als men dat doet, dan zal ik een artikel 12-procedure starten. Daar hoort u straks nog veel meer over in een heel andere zaak, heb ik begrepen. Maar kunt u het even nu al in twee letters geven? Ja, artikel 12 is dat je zegt van, hoor eens, tegen de rechter, wilt u het bevel geven aan politie en justitie om dit onderzoek wel te doen? Dus om uit te zoeken of die directeur het wist of niet. Oké, dank voor uw komst. Graag gedaan.